de lama. Die hoort ook bij het circus. En als je de lama aait, dan ruikt je hand 3 weken naar lama. Dus ik aai hem niet meer. Dat is mijn jongste broer. We zijn van de televisie, Koen. Omroep Brabant. Ach, leuk. Ja. Hoe is het om met mij te werken, Koen? Ja, ik versta je soms niet. Hoe is het om met mij te werken? Het is leuk, hè? Ja, het is leuk. Ja, heel leuk, hè? Ja, ik vind het te gek, man. En goed ook, hè? Ik ben goed ook, hè? Ik kan heel veel van je leren, ja. Ja, sympathiek. Ja. Ja. Je zou denken dat hij alleen maar geintjes loopt te maken, maar eigenlijk is het een hele verlegen, lieve jongen. Dit is Orlando. Speelt Spartacus, is ook aan het bellen. Is altijd aan het bellen. Hij heeft heel veel groepies altijd om zich heen hangen. En is hij altijd met schatjes is hij altijd aan het bellen of aan het sms'en. En daar ligt hij tegen de boom. De grote meneer Staartjes. Het is ook de enige op de set die ik u ook noem, consequent. Tegen de rest durf ik wel je en jij te zeggen, maar tegen meneer Staartjes zeg ik gewoon meneer Staartjes. Dus eigenlijk de enige waar ik echt respect voor heb op deze set. Want die hele regisseur en die hele ploeg, dat interesseert me helemaal geen fuck. Maar ja, meneer Staartjes, ja, die heb ik wel heel hoog zitten. Walt is een dramaserie voor volwassenen. En het is een vrij klassiek Shakespeareans verhaal over een oude circusdirecteur. Die ook ziek wordt in de serie. En begrijpt dat hij zijn circus moet overgeven aan zijn zoon, aan een van zijn zonen. Ik ben de oudste zoon, maar elke zoon heeft zo zijn voor- en zijn tegens. Met die gaan we even overleggen. Met hoe heet zij van de paard? Even uit jouw paard? Nou, hij. Het gaat gewoon om hij. Tegen een hier. Nee, ja, maar dat is echt geen goed plan qua paard. Die mag bij hem. Die kunnen van een plastic zakje al heel erg strikken. Ik heb moeten leren paardrijden. En dus ik heb paardrijlessen gehad. En ik heb een beetje vrachtwagen leren rijden. En ik heb trapeze training gehad. Want de broers hebben samen ook een trapeze act. Ik heb in Eindhoven op de theateropleiding gezeten. En daar ben ik gewoon opgeleid tot acteur. En toen ben ik zelf een beetje cabaret gaan doen. Maar ik ben eigenlijk opgeleid tot acteur. Het is in feite makkelijker. Ik bedoel, als ik mijn eigen solo programma speel, dan heb ik gewoon alle verantwoordelijkheid. En dan ben ik verantwoordelijk voor het slagen van die avond. En hier ben ik eigenlijk maar een klein stukje in het geheel. En de verantwoordelijkheid ligt heel erg bij de regisseur. En ik moet gewoon mijn dingetje goed doen, mijn zinnetjes en mijn scènes. En dat is makkelijker eigenlijk. Loop! 55, de tweede. En actie. Ja. Mag ik mee? Nee. Busje word je gesminkt. Wil je binnenkijken? Ik geef mensen even een rondleiding hier. Hey, dat is mijn moeder, die daar zit, die speelt. Dat is mijn moeder. Nee, jij bent mijn moeder. Jij speelt mijn moeder in de serie. Ja, ik hoor het ook pas net hoor. Ik dacht steeds al, wat doet die vrouw daar op dat terrein? Ik heb wel eens gehoord dat die acteurs van die speciale wens hebben bij een rol. Dat ze in een kleedkamer bepaalde snoepjes willen hebben. Wat ik gevraagd heb op de set is een vers gemaaid voetbalveld. En hebben ze geregeld. Vind ik tof. En dan in de lunchpauze en zo, dan ga ik een balletje trappen. Ik
ben als acteur ook wel iemand die niet op zoek gaat naar hele groteske transformaties, maar ook het gewoon wel dicht bij mezelf zoek. Of me voorstel hoe ik me zou gedragen in zo'n situatie. Anro zit daar te naaien aan het kostuumpje. De vader is aan de caravan bezig. Aard komt langs en zegt no, not work. Ik ben wat langer en serieuzer bezig met cabaret. Daarin heb ik wel veel meer een beeld van wat ik kan en wat ik niet kan. Dat vind ik als acteur wel een beetje onduidelijker. Maar ik ben inmiddels ook wel, ja, ik heb al een paar films en wat tv-series gedaan. Dat ik ook niet helemaal bleu, niet geïntimideerd, snel geïntimideerd ben door de set. Of door collega's of door een regisseur. Of... Nee, ik voel me wel op mijn gemak. En actie! Stop! Okay. No work, you're free. Okay. En stop! Vanmorgen ben ik om 6 uur opgehaald en ik ben denk ik vanavond om 8 of 9 uur thuis. Dus heb je wel een hoop uren gemaakt, dus dan ben je wel gaar. Maar het zijn eigenlijk steeds korte sprintjes die je maakt. Het is heel veel wachten. En af en toe dan heb je opnames. Want het duurt altijd vrij lang voordat ze met licht en techniek vergt een hoop tijd. Dus vaak ben je als acteur ook aan het wachten op de techniek. En dan is dat klaar en dan moet je. Dus je kan ook niet echt helemaal inkakken. Ik moet ook wel een beetje alert blijven. Het grasveld is natuurlijk leuk, maar af en toe vind ik het ook wel prettig om op zo'n betuumveldje te voetballen. Dus ik heb ook gevraagd of ze hier een betuumvoetbalveldje neer wilden leggen. En dat is ook gebeurd. Sympathiek. Jij dan maar gewoon vanaf hier. Ja, dan zie ik hem ook beter aankomen. En het is wel mooi als hij dan, als hij stopt, dat je eerst maar tot hier zo loopt. En als hij zegt niks aan de hand, dat je dan pas naar hem toe loopt. Maar eerst maar eens even kijken hoe die auto uitstapt. Als ik een programma maak, dan zijn er duizenden dingetjes die goed of fout kunnen gaan. En als ik hier ben, dan zijn er misschien 10 dingen die goed of fout kunnen gaan in een scène. Dus er is minder om kritisch op te zijn ook. Actie! Ik merk met cabaret dat ik veel ambitieuzer ben. Of dan, dit vind ik leuk om te doen. Maar ik heb... Ja, dat is het eigenlijk al. En het is niet zo dat ik... Ik heb ook niet het idee dat ik de beste acteur van Nederland ben of moet worden. Of naar Amerika moet of zo. Dat lijkt me niet eens leuk. En ik, nee, het is allemaal wel wat ontspannender en wat relaxter.